is number one. Hello, baby. Ja, welkom hier in Etten-Leur. We gaan hier de kermis review. Daar gaan we snel mee starten. Ja, Etten-Leur ligt in Brabant bij de rode stip ongeveer. En er is twee keer per jaar kermis. Eén keer in september en één keer in juni, eind juni, begin juli, zo'n beetje er rond. Heen. En de kermis staat op het Raadhuisplein, Marktplein, de Markt, Oude Bredaarse Weg en nog een parkeerterrein en het Odderkerkpark en de Nobelaar, daar staat de kermis. En daar gaan we dus nu mee beginnen met de review. Hè? We beginnen met de familieachtbaan, de Grand Canyon van Kroon. Hier hebben we de breakdance van Hoeflagels, de nummer 1, de grote breakdance dus, de grootste van Nederland ook, want dat is de enige nummer 1 van Nederland, zoals al wel bekend is bij de meesten natuurlijk. En hij draait wel lekker snel hier in Etten-Leur. En dat zijn we dan toch wel wat minder gewend van Hoeflagels, tenminste, op sommige kermissen draait hij toch wel wat minder. Weinig show, maar dat maakt het uit, hij draait hier goede ritten. Ik neem je mee een stukje on-ride. Ja, complete on-ride is te zien op dit kanaal. Ja, het spijt me van de zwarte balk aan de zijkant. Ik heb mogelijk een instelling veranderd op de GoPro. Ja, het spijt me zeer. Dit is het allernieuwste spel. Raad de attractie met veel actie, doe het nu. Ja! Raad de attractie met veel actie, doe het nu. Allemaal! Raad de attractie met veel actie, doe het nu. Zeker! Speel maar lekker mee. Oh! Ja, nieuwe editie van Raad de attractie met veel actie. Welke attractie is dit, weet jij het? En het is de Wellen Flieger van Thomassen. De nieuwe Wellen Flieger voor de Nederlandse kermis van Thomassen. Nieuw op de Nederlandse kermis en we kennen ze natuurlijk van de pretparken en van de Duitse kermissen. En nu dus ook weer op de Nederlandse kermis. En ik dacht eerst van tevoren, die attractie gaat nooit goed draaien, want misschien is die een beetje te achterhaald. Maar er zitten toch wel mensen in natuurlijk en dat is toch wel heel mooi. En ik neem je nu even mee on-ride. Ik vind het trouwens een schitterende molen hoor, deze. Echt een prachtige aanwinst voor de Nederlandse kermis. En wat ik hier nog mooi vond is dat je bij de kassa, iedere klant kon daar een petitie tekenen tegen de 21% BTW. Hè? Ja, fantastisch initiatief natuurlijk. En hier staat de supermuis van de Voer als wilde muisbaan. Hier hebben we de Katapult ex-ropers en nu van de Vries. En ik zou zeggen, schiet ze maar eens lekker de lucht in hoor. Ja.
Hier hebben we de mooie Amazone rupsbaan. Dit is de KMG Speed, een booster is dit. Wat is dit nou weer voor een gek zeg? Hij heeft wel mijn off-ride van de speedbooster verneukt. Want hij kwam even met zijn karretje langs en hij moest er per se langs. Kut die. Afijn, we gaan verder. Hier hebben we de Jumbo van Ordelman. Ik vind het een beetje overdreven eigenlijk. Dan sta je hier al een baby vlug en dan ook nog een Jumbo. Vind ik een beetje overdreven, maar dat is misschien een persoonlijke mening. Maar het is een mooi ding. En dit is de nummer 2. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan het verschil van de olifant. De nummer 1 heeft namelijk een roze olifant. En deze heeft dus een blauwe olifant. De nummer 1 staat op dit moment in Dordrecht. Nou, weet je dat ook weer. En deze is dus de nummer 2. De American Whip reist dit jaar onder Van der Laan. Hier hebben we de Copacabana polyp. Mooie polyp en leuk dat hij hier in het lust is. Ze hebben hier al een tijd geen polyp meer gehad. Dat is wel erg leuk. Ik neem je mee on ride. Ja, leuke polyp die erg gemakkelijk de spin in gaat. Ja, deze gaat heel makkelijk de spin in. Makkelijker als bijvoorbeeld de Powerwave en de Turbo polyp. Dus dit is zeker de moeite waard om eens een keertje te doen deze. De oudscooters zijn hier van Zert, als ik het goed uitspreek hoor. Thank you.
Het spookhuis is hier van Smit en heet het Ghost Castle. En het jammer aan dit spookhuis vind ik wel dat het maar één etage is. Dan is die vrij klein. Maar voor de rest is het een prachtig spookhuis natuurlijk. En is gerestaald in afgelopen winter. Maar daar vertel ik meer over in de review van Heenvliet. Die kan je kijken op dit kanaal. Hier hebben we de prachtige flying jump van Van der Wiel. Een hele mooie jumper die lekker wild op en neer jumpt. Ja, leuk. Staat hier al een aantal jaren in Etten-Leur, dus doet hele goede zaken hier. Mag je dan toch vanuit gaan. Hier hebben we het Mega Luna Park, de Cakewalk van Remer. En op werkelijk waar een prachtige locatie staat hier de Soundmachine. Een echte topper voor Etten-Leur. En met een onwijs goede show. En ook, moet ik eerlijk zeggen, goede muziek. En wat ziet hij er ook goed uit, hè? Hij begint er steeds mooier uit te zien. Nieuwe achterwand. Ja, ziet er allemaal prachtig uit. Ja, die wordt steeds mooier en steeds ook beter qua show. Ja, het is echt een echte topper. Ja, er stond een leuke kermis hier in Etten-Leur. Etten-Leur doet weer echt goed mee. De laatste jaren staat hier echt gewoon een topkermis. Je ziet dat in Nederland de kermis wat minder worden. Maar hier in Etten-Leur doen ze nog steeds gewoon echt goed mee. Dit is echt een topkermis in Brabant. Vermaak voor jong en oud was echt gewoon goed. Prijzen zijn niet al te hoog. Variërend van bijvoorbeeld de Wellenflikker was 2 euro. Kijk, je krijgt een wat kortere rit. Maar het is gewoon echt niet zo duur. Ik heb ritprijzen gezien zoals de Booster voor 4 euro. Is ook niet zo heel duur natuurlijk. Polyp voor 2,50. Breakdance voor 3 euro. Dat is eigenlijk normaal. Dus de prijzen waren hier gewoon best wel goed. Dan de topattractie vind ik hier toch wel de Soundmachine. Is echt een topmachine. En natuurlijk leuk dat er wel een flikker hier in première is gegaan. Ziet er erg goed uit natuurlijk, zoals ik al zei. Dus ja, erg top. Openbaar vervoer is hier volgens mij best wel goed geregeld. Ik weet eigenlijk niet of het station hier in de buurt is. Maar ja, busstations zijn hier in de buurt. Parkeren kan hier net buiten de parkeerzone. En dan stik je er best kort bij de kermis. Gewoon gratis er voor niets. Dus het is ook gewoon een toppertje. Nou ja, lang verhaal kort is eigenlijk een beetje ja, het eindcijfer van deze kermis. Ja, ik vind deze kermis best goed. Nou, best wel heel goed. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de Roosendaal, die natuurlijk straks september is, eigenlijk in de buurt. Dat zijn eigenlijk toch wel twee topkermissen hier in West-Brabant. Ik geef deze kermis een 8,9. Ik zou zeggen tot de volgende review en ja,
abonneren natuurlijk als je dat nog niet gedaan hebt. En voor meer filmpjes van deze kermis onder andere, kijk natuurlijk op dit kanaal, hè. Tot de volgende keer. Oh la la. Maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?